Bij het weerbericht wordt altijd een neerslagkans benoemd. 30%, 60%, 80%. Maar wat betekent dat nou precies, een neerslagkans van bijvoorbeeld 60%? Ik heb hier een weerbericht bij me en daar staat op dat de kans op neerslag 60% is. Wat denkt u dat dat betekent? Ja, dat heeft al met het klimaatverandering te maken. Hè? Dat de kans dat er morgen over de hele dag verdeeld neerslag plaatsvindt, 60% is. Ik denk gewoon de hoeveelheid kans dat er regen komt. En dan is er weer iets anders voor, zeg maar, hoe zwaar de regen is. Ja, dat er behoorlijk wat buien kunnen komen. Ik weet het niet zeker, dat 60% eigenlijk betekent dat je in het uur 60% van het uur eigenlijk kans hebt op het regen. Ik weet het niet 100% zeker. Heb ik het goed of niet? Daar bestaat dus veel onduidelijkheid over. En dat vond ook Pepijn Kolen. Daarom heeft hij Weerplaza een mail gestuurd met daarin de vraag: wat betekent een neerslagkans van bijvoorbeeld 60%? Ik ben hier bij Nout Brasjen en hij gaat het ons uitleggen. Nout, ja. Neerslagkans. Wat is dat nou precies? Nou, eigenlijk het korte antwoord is, het is de kans dat er neerslag gaat vallen op een dag. Kijk, als wij een verwachting geven voor de neerslag, dan gaan we er in principe natuurlijk gewoon vanuit dat dat netjes uitkomt. Maar het kan zomaar zijn dat die bui die we verwachten, dat die precies langs je hoofd langstrekt. En dan hou jij het droog, terwijl de mensen naast je wel een regenachtige dag beleven. Dus daarom geven we bij onze neerslagverwachting altijd een neerslagkans bij. En daarmee kun je eigenlijk beter inschatten hoe groot uiteindelijk dan de kans is dat het daadwerkelijk een regenachtige dag gaat worden. En waar is dit op gebaseerd? Nou, we hebben eigenlijk gekeken naar, als wij een verwachting doen van een bepaalde hoeveelheid neerslag, hoe vaak dat dan uiteindelijk ook daadwerkelijk uitkomt. En op basis daarvan kunnen wij een inschatting maken hoe groot de kans is dat er uiteindelijk regen valt. Duidelijk verhaal, dankjewel. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl. En wie weet wordt u ook beantwoord door Nout of een andere deskundige. Fijne middag!